We starten in Dreamweaver om het document eerst te sluiten en dan van vervolgens weer opnieuw te beginnen. Vanuit het startvenster kun je kiezen voor een nieuwe Dreamweaver site. En we kiezen hiervan een recept in een responsive pagina. Recept responsive als naam. Die kun je zelf bedenken. En we kiezen het mapje waar we het gaan opslaan. En we doen dat natuurlijk in de Dropbox gelijk. En we doen dat in de public map. En we maken daar een nieuwe map. En we noemen die bijvoorbeeld ook maar recept. En dan zonder spatie. No responsive site. En die kunnen we zo aanmaken. Goed, dan kiezen we deze map en de site is dan vervolgens gedefinieerd. We hebben hier nog helemaal een leeg bestand. Ik heb al wat afbeeldingen verzameld. Die zou ik dus met de Finder kunnen overzetten. Dan gaan we even naar de Dropbox. Public map. En daar staat hier mijn test. Versie hier een map met afbeeldingen. Appeltje C en appeltje V. Hou die naam kort, het is wel prettig voor, om er voor jezelf mee te werken. En daar staan de verschillende plaatjes die in deze webpagina gebruikt worden. Gaan we terug naar Dreamweaver, dan zien we meteen ook, anders het niet het geval is, dat we hier kunnen starten. We kiezen voor een webpagina, een HTML-pagina. We kiezen hier voor de knop meer. En dat was niet de bedoeling. Deze mag ook wel worden verborgen. We gaan een nieuw HTML-document maken. We kiezen hier voor meer knop. In de nieuwe versie zit hier dus aan deze kant. En we kiezen hier eentje. Document type HTML5. Als in je voorkeuren dat ingesteld staat, staat hij daar standaard op. Anders moet je hem hier eventjes selecteren. En we kiezen voor maken. En we kiezen vervolgens als eerste wat we gaan doen is een opslaan. Bestand. Opslaan als. En we komen als het goed is meteen in die map terecht. En we noemen deze dan index. Goed, we volgen hier dus een. Fijn recept als titel in. Want dat kunnen we opslaan. En dan beginnen we met het ontwerp voor een iPhone. We beginnen vanuit te denken, vanuit het werken met het kleinste apparaatje wat er is, de grootte van het mobiel. En dat gaan we dan ook instellen. En we denken meteen vanuit de inhoud. Dus we gaan de inhoud kopiëren in het bestand. We gaan daarvoor naar de codeweergave. En we gaan het document wat opzetten. We hebben te maken met een header of een head in de body. Een header wil staan. We kiezen dus voor een header. En dat is een tag. En als het goed is kan Dreamweaver deze ook meteen aanmaken. En daar staat dan de koptekst in. We kunnen hem ook hier weer afsluiten. In Dreamweaver voelt dat perfect aan. Als we deze geplaatst hebben, kunnen we de koptekst kopiëren. We gaan hem eventjes weer in mijn webpagina opzoeken. En ik kies hier geschiedenis. En dan kiezen we deze responsive design. Pagina. En we staan hem hier meteen in de goede weergave. We kiezen hier zo de code of de tekst. Die kunnen we natuurlijk ook meteen mooi selecteren. En we kiezen hier voor plakken. En dit zijn twee verschillende onderdelen. Dreamweaver kan dat heel mooi maken. Als we nou bijvoorbeeld teruggaan naar de ontwerpweergave, dan kunnen we deze op een nieuwe regel zetten. Dat worden dan twee paragrafen.
En deze is natuurlijk een grote kop. En die kun je dus in Dreamweaver wel op kop 1 zetten. Vervolgens gaan we nog weer naar de code terug. En we gaan naar een onderdeel wat heet navigatie. Daar komen we dan in een volgende video alweer op terug. Maar hier staat hij alvast. En we sluiten die navigatie ook weer af. Vervolgens gaan we naar de inhoud. En dat gaat dan in een artikel komen. En dat is nieuw in een HTML5. Dat is eigenlijk de bron van de pagina. En we gaan hem hier ook weer sluiten. Dat is het eigenlijke recept wat er natuurlijk gaat komen. En die gaan we ook vullen. We kiezen ook daarvoor weer deze code. En we hebben hier dan de bereidingswijze. En die gaat hier gekopieerd worden. We kunnen in de ontwerpfase kijken of we dat daar kunnen plakken. En dan moeten we eerst wel zorgen dat we precies zitten in het artikel. Dat we dus daar in een plakwerk gaan doen. We kunnen ook hier beneden nog steeds controleren dat we erin zitten. Niet ergens anders klikken en kijken of we hem zo kunnen plaatsen. En op deze manier staat dan de hele zaak in Dreamweaver. En die staat op dit moment gewoon in paragrafen geordend. Naar het ontwerp toe gaan en dan kunnen we deze natuurlijk ook zo selecteren. En dan heel snel kijken ze de weergave dat dit een ongeordende lijst is. En dat gebeurt helaas niet zo makkelijk. Er zitten veel meer list items in. Dus dat betekent dat we toch met code eventjes aan de slag moeten gaan. Deze BR-code die wordt hier dan afgesloten. En dan zeggen we dan hier dat die list item gestopt is. Vervolgens heb je al in de code gezien dat er nog een UL ontstaan is. Goed, deze reeks die moeten we dan eventjes snel kopiëren en plakken. Dan wordt het een heel geheel een opsommingslijst. Goed. Dan kan hier een BR tussen. Zo. Of kan een nieuwe paragraaf beginnen. En dan moet deze worden afgesloten. En dat doen we dan op al die elementen. En als we nu alles hebben staan, kunnen we even kijken naar het ontwerp. En dan zien we dat we een mooie opsomming, dubbele opsomming hebben. We gaan vervolgens nog weer een toevoeging brengen in de in het document. We gaan ook naar een aside toe. We gaan zelfs naar twee asides. Een aside die bijvoorbeeld iets extra's vertelt over het verhaal. En die wordt ook weer afgesloten. En we hebben natuurlijk ook een aside waarbij de ingrediënten staan. We hebben twee vormen van een aside dus. Dat is eigenlijk waar een terzijde in ons document. Goed. Twee keer een aside. En dus we moeten hem even wat makkelijker markeren, zodat we hem sneller kunnen vinden. Zo. En hier wordt er één te veel gestart. Dat valt dan ook meteen op. Zo. Goed. We gaan even weer naar het voorbeelddocument toe. En we gaan hier dus de ingrediënten plakken. Zo, appeltje C. En die plakken we in de tweede aside. Dan gaan we naar de ontwerpweerfase. En we geven gewoon plakken. En dan zien we dus dat dat heel snel geplaatst wordt. Vervolgens tot slot nog een kleine opmerking uit
voor de laatste assign. Ik moet even met de cursor duidelijk in de assign gaan staan. Dat was deze assign. En daar dus even wat ruimte maken. En we gaan daar wat in plaatsen. We pakken daar een afbeelding in. En daar zetten we dan bijvoorbeeld de afbeelding in. Die kan je er dan mooi plaatsen. Het recept kan worden toegevoegd. Dit is dus de bijrijding. Schotel. Oké, die wordt dan geplaatst. En we kunnen daar nog een opmerking bij plaatsen, dus we geven nog even een nieuwe regel aan. Of we gaan naar een nieuwe regel. En we geven daar nog wat tekst bij. En dat is hier in deze niet te zien. Het was zo ontwikkeld dat hij daar niet te zien is. En dat is dus hier in appeltje C. En we gaan weer eventjes naar het ontwerp, zodat de overgangen worden weergegeven. En dan hebben we hier al een stuk van de pagina staan. De inhoud is voor een groot deel al klaar. Het enige wat nog ontbreekt is het menu, maar daar komen we in een veel later tijdstip op terug.